Hallo. We besluiten deze schooltelevisieuitzending met de vijfde aflevering van de serie Schaak. 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 Sorry. Ach, kijk dan ook waar je loopt, stom. Waar is dat aan? Ja, maar dat zie ik toch ook niet, Pieter. Als je dat bord zo ongelukkig neerzet, ik kom dan met de theeboel binnen. Dan kan ik alle stukken weer op het bord gaan zetten. Nou, dat hoeft even niet. Begin nou maar eens met een witte en een zwarte pion op het bord te zetten. We zouden het en passant slaan toch uitleggen vandaag? Ja, maar dat mag toch eigenlijk niet? Alleen een witte en een zwarte pion op het bord. Zeg, wil ik jullie thee trouwens? Graag, stommerik. Graag, Ivo. Nou, we beginnen even dus met deze witte en zwarte pion op het bord. We weten allemaal dat de pionnen zich anders bewegen dan de andere stukken. Ja. Kijk maar eens even mee met wit. Zo, hier is de thee. Ah, stil nou zeg, eventjes. Willen jullie suiker? Ja, je suiker? Stil nou even. Hè? Een pion mag alleen vooruit, maar hij slaat schuin. Hè? Ja. Kijk maar even mee met deze stelling, hè, voor zover we dat stelling kunnen noemen. Ja. Van E5 naar E6. Ja. Hè, en in de volgende zet mag wit dan van E6 naar F7. Ja, en een pion kan promoveren. Ja, en dan in een dame veranderen of in een ander stuk. Ja. En een pion zeg, kan... Wil je nou suiker, Pieter? Laat mij dit nou eventjes uitleggen. Ja, ga eens achteruit. Hè. Stommelingen moeten achteruit. Maar een pion mag alleen naar voren. Hè. 1 veld per zet, om precies te zijn. Ja. Hè? Behalve in de allereerste keer dat hij zet, want dan mag hij kiezen 1 veld vooruit of 2 velden vooruit. Ja, en dan kan er iets vreemds gebeuren. Ja, Ivo, kom er eens even bij. Zo. Oh, ik mag weer meedoen. Ja. Kijk, dit is jouw pion, hè? Jij bent wit en ik zet die pion op A2. Oh, dus ik heb nog niet gezet met die pion. Dat klopt, maar nou komt het, hè? Dit is mijn pion, zwarte pion, en die zet ik op B4. Oh, ik snap waar je naartoe wilt. Het en passant slaan. Maak het niet te ingewikkeld, jongens. Laat het eerst eens even zien. Als ik naar A3 ga, dan kun je mij slaan met jouw pion. Hm. Ja, maar nou komt het. Als jij van A2 naar A4 gaat, dan mag ik je ook slaan. Hè? Ik doe dus net of je niet naast mijn pion terecht bent gekomen, maar schuin voor me. Ja. En nu sla je wel schuin naar voren. Je gaat met jouw pion niet op A4 staan. Je zet die zwarte pion toch op A3. Hm. Hij doet net of jij maar 1 veld naar voren bent gegaan. Hm. Kijk, het draait hier eigenlijk om 2 uitzonderingen die iets met elkaar te maken hebben. De eerste uitzondering is dat je met een pion die je nog niet hebt aangeraakt, waar je dus nog niet mee gezet hebt, mag kiezen of je 1 of 2 velden naar voren gaat. En de tweede uitzondering is dat je een pion die 2 velden naar voren is gegaan, toch mag slaan met de pion die ernaast staat. Maar dat hoeft niet per se, hè, Anke? Nee, slaan is nooit verplicht. Maar in dit geval... Moest Zwart het wel meteen doen. Ja. Kijk, toen ik met mijn pion van A2 naar A4 ging, hè, toen moest hij me meteen en passant slaan met die zwarte pion op B4. Ja. Kijk, als hij eerst een andere zet doet, hè, dan mag hij daarna niet meer en passant slaan. Nee. Hè. Je moet het meteen doen, anders gaat het over. Ja, en passant slaan betekent dus eigenlijk slaan in het voorbijgaan. De pion die slaat gaat het veld voorbij waar de andere pion terecht is gekomen. En je moet opletten dat je beurt niet voorbij gaat, want als je het niet meteen doet, later mag je niet meer en passant slaan. Nou, laat nog maar eens even zien. Mijn pion staat op F7. Mm-hmm. Ivo staat op E5. Ik ben aan zet en ik ga naar F5. Dat mag, want met die pion heb ik nog geen enkele zet gedaan. Ja, nu mag ik hem en passant slaan. Ik moet kiezen, hè. Ik hoef het niet te doen, maar als ik het doe, dan moet ik het meteen doen, hè. Nou, daar gaat hij dan. Ik sla de zwarte pion en passant, in het voorbijgaan, op F5. En dus ga ik F5 voorbij en ik zet mijn pion op F6. Ik doe net eigenlijk of hij zijn pion maar 1 veld vooruit gezet heeft. En hoe noteer je dat nou? Dat weet ik niet. Laat zien. Nou, je noteert E5 maalteken F6. En daarachter zet je de afkorting van en passant. Mm-hmm. Kijk, zo schrijf je en passant. Dat is Frans. En
passant. Ja, ja. En zo kort je het af. E punt, P punt. Je krijgt dus E5 slaat F6, EP. En passant. Ja, er zit helemaal geen suiker in die thee, zeg. Nee, nou zullen we het hebben, zeg. Ik heb notabene 3 keer en passant gevraagd of je suiker in je thee wilde. Ah, kom ja, nou ja, toch. Nee, jongens, hou nou op. Hoe het spelletje begint en hoe de stukken en de pionnen zich over het bord bewegen, dat weten we nou wel. Maar wanneer is een spelschaak nou afgelopen? Als er iemand zo stom met een theeblad de kamer binnenkomt dat hij het hele bord omverloopt met alle stukken erbij. Ja, of als er iemand over suiker begint te zaniken, ja. Hè? Want dan vliegen we binnen een paar seconden de pionnen om zijn oren. Er is nog meer te doen. Moet ik nou kwaad worden? Ik vroeg, wanneer is een spelletje schaak nou afgelopen? Als een van de twee spelers schaakmat staat. Of als het remise is. Ja, remise, dat klinkt nou wel leuk. Maar hoe gaat dat dan? Oh, zal ik beginnen? Nou, je kunt bij schaak winnen of verliezen of gelijk spelen. Ja? Ja. Om te winnen moet je zorgen dat je de koning van je tegenspeler of tegenspeelster... Tegenspeelster, heel goed, Ivo. Dat je de koning van je tegenpartij schaakmat zet. Ja. He, daar gaat het om. Die koning is het belangrijkste stuk en juist daarom moet je die koning aanvallen. He? Schaak zetten. Schaak zetten, ja, precies. Nou goed, je moet die koning schaak zetten. Kijk, en als dat gebeurd is, dan wordt het pas echt spannend, hè? Want die koning mag niet schaak blijven staan. Je moet altijd aan schaak een eind maken. Ja, maar kun je aan het schaak altijd een eind maken dan? Nou, kunnen. Je moet het wel proberen natuurlijk. Ja, ja, en je kunt 3 verschillende manieren proberen. Mm-hmm. Laten we maar eens naar een voorbeeld kijken. Kijk, zo. In deze stelling is wit aan zet. Wit geeft schaak met zijn dame. Dame F4 naar E4. En dan kan ik als zwart 3 dingen doen. Ja. Ten eerste, het aanvallende stuk slaan. Ik kan de dame van wit slaan met mijn dame. Dame G6 slaat op E4. Maar zou dat nou erg slim zijn? Ja, slim, nee. Dan is hij zijn eigen dame ook kwijt. Ja. Kijk, ik kan zijn dame dan slaan met mijn pion die op F3 staat... Of met mijn paard. Ja. Maar behalve slaan zijn er ook nog andere manieren om aan dat schaak een einde te maken. Ik kan ook mijn koning weghalen. Ik kan naar... Naar E7, dat kan natuurlijk niet, vanwege die dame. Nou ja, je kunt naar F8 of F7 of D7 of D8. Ivo toch. Wat is er nou weer? Ik mag niet naar D8, want dan zet ik mezelf schaak. Kijk maar, jouw witte loper staat op H4. Oh. Sorry, ja, ja. Nou goed, je kunt een eind maken aan dat schaak door de koning te verzetten... of door het stuk dat schaak geeft te slaan. Maar er is nog een derde mogelijkheid. Je kunt een stuk zetten tussen de koning die schaak staat... en het stuk dat schaak geeft, hè? Ja. Die toren van A5 bijvoorbeeld, naar E5. Nee, die geef je dan zomaar weg. Je krijgt er niks voor terug en je staat weer schaak. Ja, maar kijk eens, hij kan zijn dame hier zetten... Dame G6 naar E6. Dat is ook geen beste oplossing, want dan zou ik mijn dame kunnen kwijtraken. Kijk maar, dame E4 slaat op E6. Ja. En jij trouwens ook, loper C8 slaat op E6 in de volgende zet. Ik kan wat beters doen. Ik zet mijn loper op E6. Zo, dat schaak is van de baan. Nu kun je mijn loper wel slaan met je dame, maar dan ben jij je dame kwijt, terwijl ik de mijne nog heb. Nou, dat is waarlijk indrukwekkend, jongens. Denk erom, je mag nooit schaak blijven staan. Haal je koning weg, sla het stuk wat de koning bedreigt... of zet er een stuk of een pion tussen. Maar let er wel een beetje op dat je daarbij allemaal niet te veel materiaal kwijtraakt, hè? Ja, zeg Anke, maar als dat nou allemaal niet kan... Dan sta je schaakmat. Ja, heb je 0 punten. De ander die wint dan en die krijgt 1 punt. Zeg maar, bij schaken speel je toch vaak helemaal niet door tot het bittere einde? Ik bedoel, tot echt een van de partijen helemaal schaakmat staat? Nee, dat is wel zo. Soms geeft een van de beide spelers het gewoon op. Kijk, dat komt eigenlijk voor als een van de twee het echt niet meer ziet zitten. Oh. Hij heeft nog wel wat stukken en hij kan nog wel een set doen. Maar de andere partij is eigenlijk zo sterk dat het sowieso op verlies uitdraait. Nou, en om jezelf dan die hele afgang te besparen, dan zeg je gewoon, ik geef het op. Je ziet dat ook wel in de krant staan. Wit geeft op. Of zwart geeft het op. Hè? Weten jullie trouwens dat kranten vaak schaakrubrieken hebben?
waar je hele interessante problemen kunt vinden en leuke spellen om te spelen. Ja, ik heb wel zo'n partij uit de krant nagespeeld. Ja? Hè? Ja, nou, dat is wel leuk eigenlijk, want dan zit je dus helemaal alleen aan het schaakbord. Ja. En je doet de zetten van wit en je doet de zetten van zwart. Ja. En je hoeft zelf niks te bedenken. Nou, niks. Je moet natuurlijk bedenken waarom wit en zwart zo en zo gezet hebben. Ja. Op die manier kun je er nog wat van opsteken natuurlijk. Ja, ja. Overigens, die partij die ik dus nagespeeld heb, die eindigde met gelijk spel, hè. Dus allebei een half punt, hè. Remise. Remise, ja. Ja, inderdaad. Ja. Hoe ging dat, Ivo? Weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, ik weet natuurlijk wel dat een partij op verschillende manieren remise kan worden. Ja. Ja, dat weet ik ook nog wel, zeg. Oh, nou, leg dat dan maar eens aan. Nou, bij het pad. Ja. Ja, als de koning niet schaak staat en geen enkel stuk kan nog een zet doen. Ja. Kijk maar eens, je zou zeggen, wit gaat winnen. Hij heeft veel meer materiaal, maar toch... Zwart is aan zet. En hij kan niks doen. Ja. Hij mag zijn koning niet op H7 zetten, want dan zou die schaak komen te staan. Ja. Hij mag niet met zijn koning naar G8, want ook dan zet hij zichzelf schaak. Kijk maar naar die dame. Mm-hmm. En hij kan ook niet met die pion zetten. Het is dus pad. Wel jammer voor wit. De zwarte koning staat niet schaak, maar hij kan niet naar een ander veld. En zwart kan ook niets anders zetten. Ja, dat klopt. En nou ga ik even proberen hoe slim jullie zijn. Ik ga er een zwart stuk bij zetten. Hier, een paard op C8. Zwart is nog steeds aan zet, staat hij nou nog pad? Volgens mij. Ja, volgens jou. Niks volgens mij. Het antwoord is gewoon nee. Precies. Zwart staat niet pad, want ik kan nu wel zetten. Kunst als je er zomaar een paard bij vogelt. Ja, maar ik wou nog verder gaan. Kunnen jullie nou, door er ook een stuk bij te zetten, een wit, zorgen dat zwart weer wel pad staat? Ai, dat is moeilijk. We moesten slim zijn, hè? Denk in ieder geval. Oh. Er mag maar één stuk bij zijn? Ja. En verder niks veranderen? Nee, alleen een wit stuk erbij. Oh. Ja. Sst. Ik heb het. Goed zo, zet maar neer. Zal ik het neerzetten? Goed, zal ik hem je dan even aangeven? Dankjewel. In de hoek maar. Je bedoelt op A8? Ja, dat bedoel ik. Die zijn maar. Doe nou jongen, zet die toren nou maar eens neer. Dat heb je goed opgelost. Ik ben zeer tevreden over jullie. Zo staat zwart aan zet inderdaad weer pad. Want door die toren op de achtste rij mag dat paard daar niet weg. Jammer voor wit. Hij had makkelijk kunnen winnen met al die sterke stukken. Maar nou krijgt hij maar een half punt. Nou, verder maar weer. Nog meer remise gevallen? Ja, als er zo weinig stukken op het bord staan, dat het nooit meer schaakmat kan worden. He? Wit kan zwart niet schaakmat zetten en zwart wit niet. Ja. Ja, als wit alleen nog een koning heeft en zwart heeft ook nog alleen een koning. Nou, dat kan nooit schaakmat worden, want die koningen mogen elkaar niet eens te veel benaderen. Nee. En als wit nou een koning heeft en zwart heeft een koning en een loper? Dat is ook remise. Ja. En als wit nou een koning heeft en zwart heeft een koning en een paard? Oh, daar is ook geen beginnen aan hoor. Nee. Dan kan zwart-wit nooit schaakmat zijn. Nee, allemaal remise gevallen. Allebei de spelers een half punt. Nog meer voorbeelden van remise? Ja. Ik weet nog een geval van hoe een partij in remise kan eindigen. Ik heb hier dan een interessante stelling. Ja. Zo. Nou, je ziet het wel. Wit is er beroerd aan toe, want zwart heeft twee torens meer. Ja. Ja, het jongen. Hè. Ja, als zwart aan zet is, nou, dan kan wit het verder wel vergeten. Ja, een zwarte toren op de eerste rij zou al genoeg zijn. Toren A1 bijvoorbeeld. Ja. En wit zou absoluut moeten verliezen. Maar zwart was niet aan zet. Oh, dus wit was aan zet. Nee, maar wat scherp gezien. Ja, wit was aan zet. Weet je wat hij deed? Nee, geen idee. En jij, Anke? Nou, ik denk dat als ik die witspeler was, dat ik dan dame E8 zou spelen. Ja. Goed zeg. Oh, nou, dat zal dan wel. Maar wat haalt het nou uit? Dan staat zwart eventjes schaak
Maar wat dan nog? Hij doet gewoon... Hij kan maar één ding doen. Koning H7. Ja, dat wou ik net zeggen. Koning H7. Ja, prachtig. En dan doet wit. Dame H5. Oh, niks aan de hand. Wacht maar even. Koning G8. Ja, heel goed. Wit aan zet. Dame E8. Ja, maar wacht nou eens eventjes, Pieter. Dat hebben we daarnet ook al gehad. Precies. Je begint het door te krijgen. Natuurlijk krijgt hij het door, Pieter. Doe niet zo akelig. Alsof jij het hebt uitgevonden. Nee, je hebt gelijk, sorry. Zie je hoe het werkt, Ivo? Ja hoor, ja hoor. Want gaat de koning nu weer naar H7, en hij kan niet anders, dan verschijnt de dame op H5 en die geeft schaak. Vlucht de koning dan weer naar het enige plekje waar hij heen kan, naar G8, dan duikt de dame weer op E8 op om daar schaak te geven. Enzovoort. Schaak, schaak, schaak. Dat kan zo eeuwig doorgaan. Ja, dat is nou precies het woord dat we gebruiken. Eeuwig schaak, ja. Ja. De partij is remise door eeuwig schaak. En wit krijgt een half punt in plaats van nul. Ja. Ja, maar dat kan toch zomaar niet. Hij had toch eigenlijk moeten verliezen? Ja, wit had natuurlijk wel in de gaten dat hij heel snel iets moest doen om niet schaakmat te komen staan. En nog net op tijd vond hij toen die slimme oplossing van eeuwig schaak. Zo kreeg hij nog net een half punt. Ja, nou. Nou, nog meer remise gevallen? Oh ja, ja ja. Als een van de spelers denkt, nou, dit spel waar we nou mee bezig zijn, dat zal ik wel niet meer winnen. Maar ik zal het ook wel niet verliezen, want eigenlijk zijn we alle twee ongeveer even sterk. Ja. En onze stellingen zijn allebei even sterk. Nou, in zo'n geval mag je dus zeggen, hey, wat denk je van remise? Ja. En dat gebeurt meestal als het spel echt mooi gelijk opgaat. Ja, hè? Er is het een en ander geruild, hè? En wit heeft de plannetjes van zwart meteen in de gaten. Ja. En zwart heeft ook steeds meteen door wat wit van plan is. Ja, nou. En hoe gaat dat dan? Nou ja, je doet een zet en dan zeg je, wat denk je, remise of zoiets? Hmm. En dan? Ja, dan is er natuurlijk kans dat je tegenspeler zegt van, remise, remise, kom nou toch zeg. Je wordt direct van het bord geveegd zeg met je remise, hoe haal je het in je hoofd zeg, maar remise. Ja, maar er is ook een kans hè, dat de tegenpartij er net zo over denkt. Hè. En dan zegt hij akkoord, hè? Nou, remise, en dan krijg je allebei een half punt. Ja, nou het komt dus meestal voor als geen van de beide spelers het echt meer goed ziet zitten. Ze hebben veel geruild en ze zijn allebei veel materiaal kwijtgeraakt. Nou ja, dan kunnen ze wel door blijven spelen doordat ze allebei alleen nog die koningen op het bord hebben. Maar dan wordt het natuurlijk toch remise. Ja. Ja. En wat doe je dan? Dan stel je remise voor. En denk erom dat je dat een beetje rustig doet, hè? Niet zo van, paf, remise. Net als de tegenpartij rustig over de volgende zet zit te denken. Nee, je moet dat rustig voorstellen. Zoals Pieter al zei, je doet een zet en dan stel je meteen daarna remise voor. Ja. Zeg, en mag je zo vaak remise voorstellen als je wilt? Nou, zo vaak als je wil. Je moet natuurlijk niet naar iedere set aan het zeuren slaan. Je moet er wel een beetje op letten dat je de tegenpartij niet hindert. En trouwens, Ivo, ook als je geen trek hebt in remise, moet je dat ook rustig doen. Niet zo van, remise, laat me niet lachen. Ja, maar zeg Anke, als je nou al een keer remise hebt geweigerd, hè, mag je het dan later wel weer aannemen? En mag je het zelf nog voorstellen eigenlijk? Ja, dat mag. Dat mag altijd. Maar je moet heel goed denken voordat je remise voorstelt. Want het zou natuurlijk best kunnen zijn dat als je nog een beetje langer gepiekerd had, een beetje beter had nagedacht, dat je dan nog wel had kunnen winnen. Nou, zullen we nog even die remise gevallen herhalen? Ja. Nou, het is remise als een van de twee spelers zegt, voel je voor remise? Ja. En de andere speler gaat daarmee akkoord. Mm-hmm. Ja. Als een van de twee spelers pad staat. Ja. Als allebei de spelers alleen nog een koning op het bord hebben. Ja. Of als de ene speler een koning heeft en de andere speler alleen nog een koning en een loper. Ja. Of een koning en een paard. Ja. En natuurlijk bij eeuwig schaak.